Ik ben ervan overtuigd dat Suriname niet opgebouwd kan worden op een basis van angst, maar op een fundament van moed, verbeeldingskracht en onwrikbare toewijding om de job te klaren. We moeten als burgers erkennen dat wij verantwoordelijkheden hebben, evenals rechten, en dat de wegen die leiden naar onze toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden en verweven zijn. Vrijheid is voor mij het hoogste goed. Er is geen substituut voor vrijheid. Het geheim van geluk is vrijheid. En het geheim van vrijheid is moed. Maar deze vrijheid kan niet zijn zonder toewijding aan anderen, zonder liefde, zonder sociaal gevoel, zonder plichtsbesef. Alleen een vrijheid die al deze facetten kent, is een waardige basis voor het nastreven van onze idealen en tot eer van alle Surinamers, onze voorouders, die voor deze vrijheid zijn gestorven. Belangrijk is ons te behoeden voor morele lafheid, die ons weerhoudt van het uiten van onze gedachten. De vrede en welvaart van de huidige en toekomstige generaties van Suriname zal alleen gegarandeerd zijn wanneer we bereid zijn wat goed is te behouden en onbevreesd datgene dat verkeerd is te corrigeren. Deze correcties zullen niet altijd gemakkelijk zijn en ook niet altijd populair. Met deze vrijheid als basis zie ik een bijzondere en waardige toekomst voor Suriname. Een toekomst waarin we kracht ontwikkelen om onze ontwikkelingspotentie om te zetten in realiteit. Onze rijkdom in te zetten met wijsheid en onze macht aan te wenden ter realisatie van onze gemeenschappelijke idealen. Een goede toekomst is gegarandeerd wanneer we als land en volk eerlijk en oprecht zijn. Deze toekomst is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Als Surinamers verdienen wij leiderschap dat ons tot een eenheid smeet, met één hartslag, met één gedeelde droom. Ons land op te bouwen tot een trotse, democratische, harmonische en welvarende natie.